Is dat Mano? Ja. Goedemorgen, Mano. Goedemiddag, Timmy. Eigenlijk wel, ja. Nou, wat heb jij nou opstaan? Ja, ik was al aan het vloggen en zij was aan het bellen. Dus, mensen, welkom weer in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Excuses dat er zondag geen vlog is online gekomen. Dat is op de dag waar ik nu aan het filmen ben. Maar er zijn dan wel 2 livestreams geweest. Want ik ga livestreamen. Zij gaat livestreamen. Straks ik van 1 tot 3. En zij van 3 tot 5. En nu ga ik asap naar de winkel toe. Het is al middag, 12 uur. En we zijn pas wakker. Wauw mensen, ik geef jullie een kleine tijdslapje van hier naar de market en van de market terug naar hier. Want ik moet nu gewoon sandwiches gaan halen, brood, ik ga sandwiches halen, dan tuinkruiden nog, kippenwit met tuinkruiden en de rest heb ik nog alles thuis. Dus ik moet niet zoveel gaan halen. Dat is ook al goed, dat is een pluspunt. En koffie, juist. Koffie moet ik ook sowieso hebben. Dan moet het nog eens aangekocht worden. Oké dan. Het gaat hier een rotonde geworden, dat ze hier keren. Ach ja, kan gebeuren. En ik heb denk ik geen mondmasker bij. Oh jawel, in mijn malet. En het is 12 uur, 11, 4 graden. En de koffie staat al op. Dat is ook al goed, dan kan ik zelfs nog gaan koffie drinken. En ik ben geen timeslapje aan het maken, hè mensen. Oh, Jezus Maria. Sorry. Allee, je krijgt dan nog een klein stukje. Zo, mensen. Snelle boodschap gedaan. En nu ga ik terug naar mijn schatje toe. En ik zal zeggen, geniet maar nu wel van een onderrijd van hier van de Carrefour naar mijn appartement. Thuis. Tot zo, yo. Hallo Discord-kijkers. Ik neem even afstand van Discord. Dit heeft gewoon één reden te maken. Dat is omwille van... ik ben helemaal uitgeput. Ik heb het ook heel moeilijk momenteel in de relatie tussen mij en Bea. Daar wil ik aan werken. Heel zwaar zelfs aan werken. Want de laatste tijd begon ik minder en minder tijd te nemen naar Bea-kant toe. En nam ik meer en meer tijd voor Discord. Waardoor dat onze relatie op de helling staat. Nu nog steeds. Dus er gaat nu redelijk veel gepraat worden. Hoe zit het dan met de vlogs en al? Die blijven gewoon nog doorlopen. Ik ga kijken als ik ook daar even afstand ga van nemen. Dat het geen dagvlogs meer gaat worden, maar wel weekvlogs. Maar dat moet nog de goeie allemaal bezien worden en geregeld worden, dus nog geen angsten hebben. Vandaag heb ik opnieuw niet kunnen vloggen. Omwille van dat er zoveel dingen is gebeurd, zoveel dingen op orde is moeten gesteld worden, dat er dus maandag alleen de Q&A gaat online komen. Dus die ga ik ook maandag opnemen en die gaat ook al integraal direct live op YouTube, dan weten jullie dat ook. Maar mensen van Discord, denk eraan, ik ga jullie echt ook missen. Ik geef dat ook eerlijk toe. Maar ik moet afstand nemen. Ik moet dat gewoon doen om mij en Bea
terug naar elkander te laten groeien. Dat we meer met elkander bezig zijn en al. En dat ik minder moet focussen op Discord. Waarbij dat nu ook BRNT de eindverantwoordelijke heeft gekregen voor als er ruzies zijn of zo, dat BRNT de eindverantwoordelijke krijgt voor te kicken, te bannen. En ook waarschuwingen uit te delen. Zo is dat ook voor Tamara, Mano en Boef. Die gaan ook mogen waarschuwingen uitdelen en mogen kicken en bannen. Maar BRNT krijgt sowieso de eindverantwoordelijke. Dus dat Boef, Tamara en Mano dan even moeten vragen aan BRNT, mogen we die bannen? En als BRNT zegt ja, je mag die bannen, dan gaat dat ook in werking. Wat hun altijd mogen doen, zijn waarschuwingen uitdelen op Discord. Maar echt waar, fans, ik ben helemaal op wat ook vandaag opnieuw is gebeurd. Ik heb mijn 2 uren livestream kunnen doen, maar mijn schat niet. Op het laatste op de livestream liep het helemaal weer al uit de hand. En ja. Dus ja, ik was even iets aan het lezen op Discord. Dus ja. Waar was ik over bezig? Ik was niet aan het opletten. Ah, oké, ze was niet aan het letten. Dus ja, omhoog van, ik wil echt dat het echt terug heel goed komt tussen mij en mijn schatje. Want mijn schatje, ja, die gaat ook een stap terugnemen van Discord. Ja, daarom heb ik al afscheid genomen van jullie. Voilà, daarbij. En nu ook nog eens even hier in deze video. Dan, dus ik was over de livestream bezig. Dus ja, over de livestream, dus op het einde van de livestream... Was het echt niet meer leuk? Nee. Toen sloot ik mijn livestream af na 2 uren, waar het ook aangegeven was op de titel van mijn livestream. Toen begon zij met haar livestream. Wat deden dan mijn kijkers? Trippel, trappel, trippel, trappel, trippel, trappel, naar haar livestream toe gaan. En daar het verder over mij hebben en al... Waardoor dat het voor haar dan ook niet meer leuk is geworden en al. En dat zij daardoor ook de livestream heeft ook gestopt. En dat is ook geen 2 uur geworden. En waardoor ik die ook niet op mijn kanaal heb gezet. Want dat was echt alleen maar over u. En ik wou er ook niet over op ingaan. Omdat het voor mij niet leuk is. Want Dimitri is mijn vriend. En ik wil niet dat jullie die zwart maken naar mij toe, want ik kan er ook niks aan doen wat Dimitri allemaal in zijn video's zegt en doet en op zijn livestreams. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben een heel andere persoon dan Dimi. Beschouw mij dan als uw andere persoon om te kijken naar mijn livestream, maar ga niet tegen mij alsjeblieft over Dimitri beginnen nu. Want tussen mij en Dimitri ging het al langer niet goed en nu is het alleen maar erger geworden. Dat wel, omwille van dat ze zoveel dingen boven hebben gehaald, waar wij vroeger ook al hebben over gesproken van waar we aan moeten werken. En dat is nu allemaal op gewoon amper, zelfs nog niet op een uurtijd. Hè? Bijna een uur. Bijna een uurtijd, dus net geen uurtijd, alles terug in één keer boven gehaald van vroeger en al. En dat heeft ons heel zwaar gekwetst. Ook in de relatie heeft dat ons een zware doffel gegeven. Een zware hamer is echt op ons terechtgekomen. En dat is helemaal niet leuk. En daarom dat wij, ik en Bea, even afstand gaan nemen van Discord. En ja. Maar ik ga sowieso nog, mensen, ik ga wel nog één ding zeggen. Blijf wel reageren in de Q&A-kanaal. In de Q&A-channel. Of hoe jullie dat ook willen noemen. Die vragen beantwoord ik nog wel elke maandag. Maar momenteel ga ik even niet aanwezig zijn op Discord. Als je echt vragen hebt rond vlogs en al, die komen ook terecht bij mij. Stel ze even aan BRNT, Boef, Tamara, Mano, Dragon. Ja, eigenlijk Dragon niet, want Dragon staat alleen nu nog in voor serveronderhoud. Maar bedoel voor... Hoe komen de gaming beginnen? Ah. Denken dat dat niet doorgaat gaan. Ik heb gezegd van wel, maar ze geloven me niet. Ah, oké. Okay. Dus,
Als je dus nog vragen hebt rondom mij, stel ze gerust aan Berenti, aan Boef of aan Manu of aan Tamara. Die vragen worden dan integraal doorgestuurd naar mij toe. Als je zegt van nee, die vragen zijn nog iets te persoonlijk gericht naar mij toe of naar Bea toe, mogen jullie die ook gerust mailen. Want ik heb ook altijd een mailadres. Ja, dus bea@cyclotv.be. Oftewel, dus als je echt een vraag persoonlijk hebt voor Bea, stuur het dan daarop, bea@cyclotv.be. Als je een persoonlijke vraag voor mij hebt, stel ze op info@cyclotv.be. Denk eraan, die e-mailadres is geldig tot en met 31 december 2020 en op 1 januari 2021 wordt dat redactie@cyclotv.be. Dan weten jullie dat ook al direct al integraal omwille van, ik krijg nu al, echt waar, op mijn info@cyclotv.be gewoon te veel spam. Die gaat dan een jaar offline, die e-mailadres info@cyclotv.be. En daarom dat redactie@cyclotv.be wordt nu ingeroepen. Dus als je vragen hebt voor mij, of als het algemeen gaat over mij en Bea, mocht je altijd naar die e-mailadres sturen, naar info@cyclotv.be, maar vanaf 1 januari naar redactie@cyclotv.be. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug gewoon in een vlog. Ik kom niet op Discord, alleen maar kom ik op Discord voor die stubbellinkjes te typen. Omhoog van, dan weet ik, tot daar heb ik de vragen gelezen. Dan weet ik dat, dat is de vragen die dan komen, dat ik weet dat is voor de volgende Q&A. Dus blijf reageren in de Q&A-kanaal. Dankjewel. Alsjeblieft erbij. Alsjeblieft, dankjewel. Want ik wil jullie echt, maar ook echt niet kwijt. Want daar heeft Bea ook al gezegd, dus echt mijn schatje. Fans, laat alsjeblieft ook Dimitri niet vallen. Waar, hè? Ja. Maar Dimitri gaat even niet aanwezig zijn op Discord. En ik ook van... niet, ik heb ook afscheid genomen. Ja, dus omwille van, wij gaan nu echt, vanaf nu, ja, dat zien ze niet. Ah. Vanaf nu, dat je daar nu pas aan denkt. Dus we gaan vanaf nu, dus hoeveel keer ga ik dat nog zeggen, echt aan onze relatie werken. Waar of niet? Ja. Voilà. Nu heb ik 10 minuten geluld. Bij deze ga ik nu echt afsluiten en deze videokanaal te laten uploaden op YouTube. Want ik denk dat het dit wel een heel grote bestand is geworden. Dus echt waar mensen, deabonneer echt niet op CycloTV. Want ik blijf echt heel zwaar daar ook aan werken. En ook echt heel zwaar aan werken ook aan onze relatie. Maar de relatie gaat nu even voor op CycloTV. Dan weten jullie dat. Tot later. Oi, yo. The next day. Een zeer, zeer, zeer goede morgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, er zijn een paar veranderingen doorgevoerd. Omwille van gisteren is de twee livestreams, twee, hè, totaal uit de hand gelopen. Dus op maandag was er dus dan weer geen vonken online gekomen, wat ik wel heel jammer vind. Dus dan moet ik weer vandaag herbeginnen, voor ook zodat ik mijn Q&A in elkaar te steken, noem maar op. Dus dat blijft nog wel op Discord doen, ook met gamen met fans, dat blijf ik op Discord doen, de preview van mijn vlogs, die blijven online komen op Discord. Dat weer wel, maar niet door mij, maar dan door Boef of BRNT. Die gaan dat dan posten, de informatie. Niet ik niet meer. Boef gaat de video's editen. Momenteel in het weekend alleen. Maar dat kan uitgebreid worden, ook waarschijnlijk naar de week toe. Dat hangt er af van hoe Boef zich vindt. En voelt. Dus bij deze. Ik ga nu een paar vragen al van de Q&A al opnemen. Proberen als mijn computer het toelaat. Dus want ik ga tot 10 na ga ik een opname doen.
En als ik de Tina heb behaald, dan sluit ik terug af. Want. Ja, het is nog donker. En zie dus, mijn boelek is nog helemaal ingepakt. Die moet ik dus nog helemaal gaan uitpakken. Ja, het heeft ook een deken gekregen voor tegen de kou. Ja. Allee, tot straks allemaal. Zo mensen, ik ben terug thuis ook van het werken. Ik heb al gezeten de afwas gedaan. Ik ga even achter mijn computer kruipen. Wat heb ik gedaan, vandaag gedaan op mijn werk? Ja, dat is... Ik ben even mijn scherm aan de cijfer maken. Dat is zo'n typicus van verzorgingsproduct of zo. In een kartonnetje steken, dat kartonnetje toe doen en dan in een kratje leggen. Dat was dus de ganse dag mijn taak. Morgen waarschijnlijk opnieuw ofwel banden leren. Dat moet ik nog bezien, want ik sta terug op voor 2:30. En ondertussen tijd... Ik ga dus ook nog even een mededeling geven. Dus hoogstwaarschijnlijk gaat de lidmaatschappij met 15 dagen verlengd worden. Ik heb het niet rondgekregen. Ook die privépagina is nog niet volledig in orde. En dat wil ik ook nog wel. Deze weekend ga ik er... Deze weekend misschien... Ik weet het nog niet. Maar straks, of zo, deze avond of zo, ga ik er weer wat aan werken. Dan weten jullie dat. Maar nu ga ik lekker eten. En dan ga ik richting Beke. Tot straks allemaal. Yo. Zelfs krijg je een copyright. Jawel, dat is een heel goed liedje. Zeker om te kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de Q&A. En wat ik ook heb gedaan. En jammer genoeg, de lidmaatschappij wordt met 15 dagen langer verlengd. Kosteloos. Dat niet alles is rondgeraakt. Botsing. Hallo allemaal, hier ben ik weer. Ja, jullie hebben dit gezien hoogstwaarschijnlijk in het fragment. Ik heb juist een accident gehad. Alles is nu afgerond, ook met die papierwerk van de aanrijdingsformulier. Noem maar op, ik wou gaan tanken bij Lukol. En ja... Het gaat weer al zoiets zijn van 50-50. Ik heb geen schade. Wat ik dus echt heel raar vind. En hij zijn, dus gewoon, zijn de spiegel is er gewoon vanaf geknakt. En ja. Oh, jij blijft staan nu. Dus voor de rest is alles oké. Ook bij mij is alles oké. Ja, dat had ik toch weer al op zo'n moment. De laatste dag van mijn maand. Weer een accident moet veroorzaken. Ah. Nu ga ik even koud tanken. En nog de hele week nog erdoor kan komen. Ach ja. Shit happens, of shift happens. Ja, shit happens. Echt waar. Oh. Dat had weer met mij moet gebeuren. Maar laat me nu terug wat rustig worden, mensen. Dus ik ga de vlog beëindigen. Ik ga gewoon hier tanken en dan gewoon naar huis toe. Nu, oh, ik heb echt hoor. Och ja, maakt niet uit. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of een livestream is. Tot later. Joe.